Misschien heb je hem al gekregen, misschien ook niet. Misschien moet je hem nog krijgen of misschien heb je helemaal geen boeken nodig. Maar het gaat om de boekenlijst. Je hebt de boekenlijst via je mail gekregen en je ziet nu welke boek je moet allemaal bestellen. En je denkt, oh my god, waar ga ik dit allemaal vandaan halen? Waar kun je nou best je boeken scoren en wat zijn nou de beste sites? Die ga ik vandaag even bespreken. De eerste is Studiestore. Studiestore is eigenlijk de grootste financier, persoon, bedrijf, iets, site... Hele goede omschrijving, Joey. Waarbij je kan zoeken op je opleiding en daarbij krijg je gelijk de hele boeklijst eigenlijk. Je kan in één klap al je boeken bestellen. Meestal zijn ze wel nieuw, dus zijn meestal allemaal nieuwe boeken. Er staat ook bij of ze verplicht of aanbevolen zijn. Het enige is dat je best wel veel geld meestal kwijt bent aan die boeken, omdat het dus allemaal nieuwe boeken zijn. Soms hebben ze wel een vinkje tweedehands en dan krijg je een tweedehands boek, maar dat scheelt meestal maar 5 euro'tjes. Maar daarbij ben je wel verzekerd van... een hele complexie van mooie nieuwe boeken. 2. Bookmatch. En Bookmatch is een site waarbij je tweedehands boeken kan kopen. Dus er zijn mensen die plaatsen hun boeken op die site. En dan kan jij daarop reageren. Daarbij kan je ook nog bieden en een beetje onderhandelen als je dat wil. Je kan ook op ISBN-nummers zoeken, zodat je zeker weet dat je de goede druk hebt. Maar er zijn ook heel vaak gewoon oude drukboeken te vinden. En je moet eventjes kijken of het bij jouw opleiding kan. Want ik weet dat bij sommige opleidingen kan het prima dat je eigenlijk gewoon... een oudere druk hebt, maar bij sommige opleidingen is het echt belangrijk dat je de nieuwste versies hebt. Daarvoor kan je altijd nog eventjes naar de opleiding mailen of iets in die trant. Dit zijn overigens allemaal losse boeken en dit is dus geen compleet pakket, zoals bij Studiestore bijvoorbeeld. 3. Marktplaats. Marktplaats is natuurlijk helemaal geen gek idee om daar te zoeken. Daar heb je meestal echt complete boekdingen, zeg maar hele pakketten die je in één klap kan kopen. Voordeel daaraan is dat je dus vrijwel alles in één keer hebt en het nadeel daaraan is dat je dus soms een oudere druk hebt. En meestal zijn het altijd mensen die altijd alles in één klap... Dat was enigszins creepy. Maar meestal zijn dat dus mensen die de alle boeken in één klap verkocht willen hebben. Zodat je er gelijk van af bent eigenlijk. Wat heb ik gedaan? Ik heb verschillende boeken bij Studiestore besteld. Dit waren voornamelijk de boeken die een digitale code hadden. Zodat ik zeker weet dat die niet is gebruikt. Maar verder heb ik ook echt wel veel bookmatch gedaan. En je kan staan echt zat boeken op. Dus je komt sowieso er wel uit. En wat ik dus een voordeel vind van tweedehands boeken is dat je gewoon... Je betaalt er zoveel minder voor. Ik denk dat totaal mijn hele boekenlijst was eerst 1000 euro. En nu was het uiteindelijk volgens mij dat ik er 500 à 600 euro heb voor betaald. Ja, dat zijn op zich wel 400 euro minder. En dat is totaal niet verkeerd. Dus, ga lekker je boeken bestellen. Succes! Fijne vakantie allemaal alvast. En dan hoop ik jullie volgend jaar weer te zien. Volgend jaar? What am I doing? En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een gloednieuwe video. Doei!